Perseus. Ja, ik ben juist Assassin's Creed gespeeld en ja, ik vind het wel een zot game. Het is terug met de schip en zo. En Black Flag vond ik wel een van de beste Assassin's Creed, naar mijn mening dan. En dat was hier terug met de schip, dus denk wel dat er Assassin's Creed voor mij gaat zijn. Maar ik ga hem denk ik niet meteen kopen dat hij uitkomt. Ik ga hem misschien kopen dat hij een vermindering is. Maar voor de rest is dat een mooie game met mooie graphics. Nu gaan we naar de Division 2. Maar we hebben net gezien dat de Division 2 hier is. En ja, eerst gingen we naar Black Ops. Hierna, maar we gaan Division 2 doen omdat het in dezelfde zaal is. En nu zijn er nog niet zoveel mensen. Ik weet niet of we Black Ops kunnen spelen van Black Ops 4. Maar we gaan het wel zien. We hadden juist de Division 2 gespeeld en Division 2 is echt wel, ik vind het echt wel een goede game. Dus het is zeker een goede aanrader voor de mensen die graag shooter spelen. Nu gaan we naar Black Ops 4. Even tonen. Even inzoomen. Daar is Black Ops 4, de kleine bijna. Waarschijnlijk vragen jullie af, Sammy, waarom vlog je niet heel de tijd? Maar je hebt maar twee deeltjes erin gedaan. Wel, dat komt omdat in die twee deeltjes was het nog maar heel rustig in Gamescom. Er waren er echt niet veel mensen. Het leek alsof het heel druk was, maar het was totaal niet druk. En ik heb veel gevlogd, heel veel gevlogd. Maar op alle clipjes kan je me niet verstaan. En ik had het zelf niet door op het moment dat ik zelf vlogde. Ja, ik zelf hoorde mezelf wel nog spreken. Maar op de vlogs hoorde ik me niet spreken. Had de muziek van Gamescom... En alle mensen die daar rondlopen, hun stemmen, gaan boven mij stemmen, waardoor jullie me niet meer kunnen verstaan op de vlogs. Dus het is waardeloos dat ik ze erbij zet. Dus ik knip eigenlijk de beste stukken eruit, dat jullie me toch nog kunnen verstaan. En ik plak ze dan ertussen. Dus er zullen niet zoveel praatvideo's zijn of praatdeeltjes zijn. Als ik de video's terugkijk, weet ik zelf niet wat ik zei. Dus ik kan ook geen ondertitels doen. Dus jongens, het spijt me. Ik zou zeggen, geniet verder van de video. Dus terug van de rij, van Black Ops 4. En we werden teruggestuurd omdat de rij gewoon veel te vol is. Het is gewoon veel te druk. Dus ze zeiden, kom in 3 uur terug. Maar als het dan ook nog zo vol staat, dan zijn we de Jos. Dan kunnen we vandaag geen Black Ops 4 spelen.
Ride. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Laat even een blauw duimpje achter. En sowieso komt er nog één of misschien nog twee Gamescom video's aan. Dus leg het belletje aan zodat je geen enkele video of livestream mist. Volg mij ook op Instagram en join mijn Discord server. Instagram ben ik vrij actief op en Discord ben ik ook elke dag actief op. Gamescom was al super leuk. Vorig jaar ben ik ook al een keertje geweest. Dus dit jaar was het mijn tweede keer. En vorig jaar was het ook superleuk. En ja, dit jaar is het ook gewoon super, superleuk. Van Black Ops 4 was het gewoon net hetzelfde beta die al uit te komen was op PlayStation. Er was ook geen blackout, dus we gaan helaas moeten wachten tot en met 10 september. Dat is trouwens niet meer zo lang. Dus ik ga ook een Black Ops beta giveaway kaart weggeven in de eerste livestream van Blackouts. Dus iedereen die graag Black Ops Blackouts wil spelen, gratis. Op 10 september, join even die stream bij mij, dat ik Black Ops ga streamen. En dan wint er iemand sowieso een beta giveaway. Misschien raak ik nog aan meer betas, maar met zekerheid kan ik al zeggen dat ik één beta heb. Ik kan niet beloven dat ik er meer heb, maar jongens, ik zie jullie snel. Tot later.